Welkom bij een nieuwe aflevering van World of Rollercoasters. Vandaag zijn we in Weggele Zanden, of zoiets in ieder geval. Op de parkeerplaats stond echt dat het in Lille is, maar het is geen Lille in Frankrijk, maar in België zijn we nu. Ja, dit is best wel een bijzondere video eigenlijk, voor mezelf dan eigenlijk. Want we zijn bij de allerlaatste achtbaan van België die ik nog moet doen. Mega Speelstad. Ja, het is vlakbij Antwerpen. Het is een half uurtje van Antwerpen af ongeveer. Ongeveer een uurtje van Efteling. Ik ben ook net bij de Efteling geweest. Dit is even een tussenstopje even daarna om even deze keer te doen. Ik wou dus al langere tijd doen al, alleen nog kwam er maar niks van. We zijn er nu eindelijk. En ja, hier staat dus een creditje nog. De laatste credit nog wel. Ook staat hier Butterfly. Die tel ik zelf niet meer als credit stel, maar ook die staat hier dan. We gaan gewoon naar binnen heen. En even kijken wat er allemaal beleefd is hier. Het park is nog een uurtje open nog. Waar ik al zei, ik ben eerst in Efteling geweest. En het is een beetje te vergelijken met de Kinderstad Heerlen volgens mij een beetje. Wat ik een beetje gezien had. Dus we gaan gewoon naar binnen heen. En ik neem jullie mee in Mega Speelstad. Hier in België. Ook een Mega Speelstad. Mega Speelstad is geopend in 1998. En ja, het is echt de enige indoor pretpark van België eigenlijk. Het is te vergelijken met Kinderstad Heerlen eigenlijk, wat ik een beetje zie nu. Het is niet heel groot, het is kleiner ook. Maar het is heel leuk voor kinderen. Met name in de winter zoals nu inderdaad, het is hartstikke leuk om te bezoeken natuurlijk. En een paar leuke, attracties staan, met name alleen maar kinderattracties natuurlijk. Maar gratis naar binnen trouwens. Ja, volwassenen is gratis hier, dus wel chill natuurlijk. Het scheelt meer 12,5 euro weer. En we gaan gewoon even een rondje maken in alle attracties en even gewoon naar Disco Twist natuurlijk, want daar komen we natuurlijk voor. Voor de mensen die de butterflies wel meetellen als credits, het staat hier ook in. Ik tel hem zelf niet mee, maar we doen het natuurlijk wel eventjes. Verder staan hier gewoon ja, leuke oude rides natuurlijk. Een butterflytje, een Hula Loop staat achter mij, die gaan we even doen. En een schommel, die gaan we ook even doen natuurlijk. De Jungle Loop heet hier. Gaan we door naar de volgende. We gaan het Disco Twister doen. Hij is nu weer geopend. Hij had even een storing. Het is dus een EOS Spinning Coaster, geopend in 2005. De enige EOS achtbaan die ik gedaan heb in mijn leven is in Dromende Zand. De jungle daar, die is ook hetzelfde bouw als deze. We gaan een ritje maken. Layout eigenlijk. Als het rust heeft, vertel ik er iets meer over. Ik ben bijna zelf een attractie hier. Alle kinderen vinden het best interessant dat ik aan filmen ben. Maar ik voel me dan zelf ook een beetje kind nu namelijk. Want ja, dit was mijn laatste achtbaan in België. Ik heb nu alle achtbanen gedaan in België. Eindelijk. Dus ik ben nu inderdaad al blij. Ik heb nog eerder alle Belgische achtbanen gedaan dan alle Nederlandse achtbanen. Dus in Nederland moet natuurlijk nog een mini Moonie achtbaan nog. Ik heb nog steeds niet gedaan, maar dat ga ik zeker doen. Ik denk wanneer deze video online komt dat ik misschien ook al gedaan heb. En wanneer ik erin ga, ga ik sowieso filmen natuurlijk. Maar de Disco Twister is de gebouwde EOS dus. Hij gaat ongeveer een rondje of 10 ongeveer. Ja, zien jullie ergens spinnen, valt een beetje tegen. Het is natuurlijk gewoon een bijzondere achtbaan. Het is maar een kinderpark. Het is ook een kinderachtbaan. Er is ook geen lift erin. Het is een powered coaster. Het is echt een beetje net als een makcoaster eigenlijk. Alleen dan wat, veel kleiner natuurlijk. Hij heeft een soort van achtvormig rondje eigenlijk. Ik denk het best kunnen benoemen eigenlijk als
ja, als de Texas Twist in Juliana Toren, alleen als zonder lifthill. Dat is een beetje de goede vergelijking eigenlijk. En één trein in Gondoma die rondgaat. Leuk om gedaan te hebben, eindelijk alles gedaan. Ik ga even wat rondjes maken in de Lunar Loop. En nog even in de Jungle Loop nog. En dan ga ik zo even door namelijk. Dat is wel weer 2,5 uur in huis weer namelijk. Maar leuk parkje. Lunar Loop zijn altijd leuke dingen om te doen altijd. Deze gaat dan niet, uiteindelijk niet ronddraaien of een baan nemen. Deze draait gewoon dom rondjes. Dus je kunt net zo lang draaien tot je misselijk bent. Dit is wel een kleine variant dan, een indoor variant. Ik moet zeggen dat je ze nog niet eerder hebt gehad. Normaal heb je echt over banen heen. Zoals die wel vaak zien in Duitsland, met name in de kleine parkjes. Ik moet zeggen dat het nu wel duizelig wordt, dus even aan de andere kant draaien. Ik moet zeggen dat de kinderen wel opdringerig zijn hier. Ze willen overal voor kruipen, ze willen overal voor. Maar ja, dan heb je nou iemand in de kinderspeelzaal namelijk. Nou, lekker een beetje hangtime. Dan gaan we gewoon door naar de Jungle Loop. En dan is het weer klaar namelijk. Zeg, hij heeft een goede airtime. Het is wel een oudere variant volgens mij. Hij gaat alleen heel vaak rond. Maar het blijft wel een leuk dingetje op zich. We hebben hier nog vliegtuigen staan nog. Nog kleine bosauto's. Veel speeltoestellen natuurlijk. Nog een kleine theekopje nog. Nog een draaimolen. Nog een vliegtuig die de lucht in gaat. Alleen daar mag ik helaas niet, daar ben ik te zwaar voor. Echt alleen voor kinderen. En we hebben nog een buitengedeelte hier. Gaan we nu even in. Het is wel flink koud buiten, het is -2, dus we gaan niet lang buiten staan. Buiten hebben we nog trampolines nog. Verder nog een glijbaantoren, een springkussen en achter zie ik nog een treintje staan nog. Het is leuk dat ze het buitengedeelte erbij hebben, dat maakt het toch iets groter. Als je toch kijkt dat uiteindelijk voor kinderen van mij uit mijn hoofd zo'n 14,5 euro kost volgens mij. Is het best nog wel prijzig. Als je kijkt bij de kinderen is dat heerlijk. Kost uit mijn hoofd voor mij 9 of 10 euro dacht ik. En dat is wel een stuk groot. Dan heb ik 2 achtbanen en een boomstam nog. Vind ik op zich vergeleken met kinderen is dat heerlijk dan wel wat duur hier. En deze is natuurlijk nu dicht in de winter. Het doet ook bijna wat het hele park eigenlijk al. Ik heb alles al echt laten zien eigenlijk al. Even waar ik in mocht en in ga eigenlijk heb ik echt wel laten zien nu. Ik ga nog een keertje in Lunar Loop en dan is het echt wel klaar. Zometeen ook de vlog afsluiten. Ja, het is in ieder geval een leuk parkje in ieder geval. Voor kinderen in ieder geval. En als je een achtbaan hunter bent en je wilt een credits pakken. Ja, dan ben je hier natuurlijk van harte welkom. Verder is niet heel veel te beleven. Ik ben nu ook ongeveer 20 minuten hier. En ik ben nu al echt wel klaar al. Het is natuurlijk op woensdag nu. Dus door de week is het natuurlijk heel rustig. Ik heb al filmpjes gezien van andere mensen. Dat ze in het weekend zijn. Dat die best wel druk kan zijn ook. Ja, in principe is er ook verder niks in de buurt eigenlijk wat overdekt is, buiten de Plopsa parken dan. Maar ja, Plopsa Hasselt is hier ook wel best wel een stukje vandaan. En Plopsa Station, dat is hier wel dichtbij dan. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet echt heel veel bijzondere attracties. En het is ook wel duur natuurlijk. En het is ook minder centrum, dus ja, die intrek kost mij ook 20, 25 euro. Dus dan zou je mensen ook wel gewoon denken van, nou we gaan hierin. Dat is natuurlijk goedkoper natuurlijk ook. Het eten en zo valt ook best wel meer qua prijzen hier, dus dat is ook wel redelijk te doen. Ik ga even een paar rondjes maken nog. Even kijken of ze misschien wel een leuk souvenirtje voor hier hebben nog. Zo leuk om als aandenken mee te nemen. Ik kom hier waarschijnlijk nooit weer. Tenzij er een nieuwe achtbaan komt. Ik moet zeggen, het plein. Het ziet op de video niet heel goed. Maar het is best wel een groot plein. Dus in principe zou er best nog wel een SPF Vista Spinning Coaster bij kunnen nog. Of een andere kleine Sapelle achtbaantje. Dus wie weet in de toekomst nog. Maar ik ga gewoon weer binnen in, want het is veel te koud. Om de menukaart even te laten zien. Dit zijn alle dingen als heb ik je. En het is wel een prep naar mijn hart eigenlijk. Want ze hebben hier weer nog meer bieren en aperitieven en wijn. Dat überhaupt normale dranken. Dat is wel mooi om te zien. Ze hebben echt verschillende soorten bieren hier. En ik natuurlijk speciaal bier hebben natuurlijk is die Valhalla. Ze hebben echt veel meer natuurlijk ook in België. Dat is ook een beetje verwacht dat ze meer bier hebben. Maar voor een kinderpark zoveel biersoorten vind ik best wel wat. Maar verder is het op zich niet heel duur. Ze hebben gewoon Nederlandse frikadellen hier zo te zien.
vergeleken met andere parken valt het echt wel reuze mee. Dus veel soorten ijsjes. Het is dat ik moet rijden nog, anders had ik wel even een lekkere triple of een Westmalle genomen. Dat vond ik wel best wel lekker. Dit is het buitengedeeltje nog achterin en dan hebben we eigenlijk alles echt wel gehad nu. Nou, dat was hem dan. Mega speelstad Antwerpen. Zo wordt hij genoemd altijd. Mega speelstad Antwerpen. Het is geen Antwerpen, maar het vlakbij de buurt. Ja, voor kinderen is het leuk wat ik al zei. Het is een beetje vergelijkbaar met Kinderstad Heerlen. Alleen wat kleiner. Wel buitengedeelte erbij. Het is niet zo bijzonder. Ik zal je apart verheer rijden. Ben je toevallig in de buurt? Ga erheen. Net wat ik een beetje doe nu. Ja, ik wil heel graag deze credit hebben. Al heel lang al. Dus daarom ben ik hierheen gereden. Maar ga je echt geen 2,5 uur rijden of 2 uur. Dat is echt zonde van je geld en tijd en van benzine. Dus doe dat niet. Ben je in de Efteling, kun je best meepakken. Ben je in Antwerpen, kun je ook meepakken. Bobbejaanland is ook niet heel ver hier vandaan. Dus ook daarmee kun je het een keer combineren. Let wel op de openingstijden. Er zijn niet heel veel geopend. Of het algemeen alleen maar woensdag en het weekend. Dus hou dat wel een beetje in de gaten. En verder, ja, dat was mijn laatste credit voor België. Dus ik ben nu blij. Nu nog een keer de Mini Mundi. Daar heb ik ook alles in Nederland gehad. En dan gaan we op tour naar richting Frankrijk en Duitsland natuurlijk. Want daar hebben we nog een aantal credits die we wel moeten doen. Maar voor een leuke video. Het is een korte video, maar laat je abonneren even hieronder. Zet het belletje even aan. Dan mis je nooit een video van World of Rollercoasters. Ja, het zijn rollercoasters waar we nog eens gezien hebben. Maar niet heel bijzonder natuurlijk. Houd het in de gaten, er komen nog veel meer mooie dingen aan dit jaar. Dit is maar een klein puntje van de sluier van het jaar wat er gaat komen natuurlijk. Dus houd het in de gaten. Ik zeg tot de volgende.